Yo beste kijkers van de Gold Eagle Channel, vandaag weer een gloednieuwe video en vandaag weer een gloednieuwe Mindtopia video. En zoals jullie kunnen zien sta ik hier bij mijn hele mooie bar met mijn camera en mijn microfoon. Want ja, ik ben natuurlijk weer aan het opnemen. Ja, het is weer zover en vandaag ga ik een hele toffe update die wij met de Gold Company gaan doen. Ga ik vertellen en uitleggen en we beginnen bij punt nummerootje 1. We gaan namelijk weer level 1'ers helpen, want level 1'ers zijn de meest kwetsbare spelers in deze game. Als level 1'er zou jij graag werk willen hebben en zoek jij natuurlijk een eigen pand, een eigen bedrijf, misschien een eigen woning of een leuk kledingsetje. Wij als Gold Company gaan jou als level 1'er daar weer mee proberen te helpen. Als jij hulp nodig hebt, kun jij hieronder in dit gebouw een hele mooie brief schrijven met jouw plannen die je wilt, wat jij eventueel wilt. Heb je kleding nodig? Heb je geld nodig? Hoeveel geld heb je nodig? Waar ga je het aan besteden? Heb je advies nodig? Wil je een gesprek? Het kan allemaal. Binnenkort ga ik op vaste tijden waarschijnlijk online zijn, waar ik jullie dus binnenkort in ga helpen. Alle punten zul je trouwens ook in beeld zien verschijnen. Dan gaan we door met ons tweede puntje. En ons tweede puntje, dat is een nieuwe winkel! Ja, we gaan een nieuwe winkel starten. En die winkel is niet zomaar een winkel. Het wordt natuurlijk weer een hele mooie kledingwinkel. Zoals we altijd al hebben gehad. En die kledingwinkel die komt in de city. En het gaat een hele mooie grote kledingwinkel worden. Die kledingwinkel zou onder andere meerdere verdiepingen gaan krijgen. Daar komt personeel. Zowel level 1 als tot hogere levels zullen daar kans maken om daar te komen werken. Er komen weer managers in ons bedrijf. En ja, wil jij nu kans maken op een toffe baan? Ik zou zeggen, solliciteer dan alvast. Hieronder natuurlijk weer in de brievenbus. Want wie weet, maak jij wel kans om natuurlijk een hele leuke werkplaats te vinden bij onze Gold Company. Yay! Ja, het volgende punt. En het volgende punt is natuurlijk, wij gaan mensen weer helpen met advies. Bijvoorbeeld, er is iets gebeurd in jouw winkel of whatever dan ook. En je hebt zoiets van, hey, ik heb eigenlijk advies nodig. Dan kun je naar onze winkel toe gaan. Wij gaan dan kijken samen met jou van, hey, wat kun je het beste doen? Bijvoorbeeld, je hebt geen bewijs, maar er is kleding gestolen bij jou. Daar kun je heel weinig. Zo simpel is het. Heb je geen camera's, kun je niks. Wij gaan jou adviseren om bijvoorbeeld je bedrijf veilig te maken. Wij gaan je adviseren om bepaalde dingen misschien op te hangen, te veranderen. En wij kunnen ook gaan helpen met van die hele mooie sheets, van spreadsheet natuurlijk te maken voor jouw kledingwinkel, foodwinkel of een andere winkel. Maar er zijn nog veel meer toffe dingen. Hierzo, achter mij, zie je mijn hele mooie favoriete bar. Hierzo zwem ik altijd. En weet je wat hierin gaat komen? Nee, dat weten jullie niet. Maar hou je vast. We gaan hier gewoon parties houden. Gewoon free parties, free eten, free drinken. Alles erop en eraan. Alles gewoon gratis en helemaal voor niks. En hierboven, daar komt een hele vet idee. Maar dat moeten we nog alleen even laten bouwen door de bouwer. Dan gaan wij heel eventjes verder. Want hier in dit pand komt binnenkort weer een nieuwe vergaderruimte. En in die vergaderruimte zullen wij ook weer vergaderingen gaan houden over een aantal zaken. Denk bij die zaken bijvoorbeeld aan de toekomst van de company. Wat gaat er goed, wat gaat er niet goed? Natuurlijk, onze company kan dadelijk niet gaan bestaan zonder donaties. Dat heeft te maken omdat wij heel veel dure dingen doen. En die dure dingen die zijn eigenlijk puur om alle spelers weer te helpen. Zoals jullie natuurlijk weten, hebben we hier een hele grote balie. En daar gaan we natuurlijk naartoe. Hierzo kun je het volgende doen. Binnenkort kun jij hier gewoon een afspraakje maken bij iemand die hier achter de administratie zit. En oh, heel even een momentje. Een goede avond. En je kunt dan ook bijvoorbeeld hier zo een een afspraak maken die je dan met mij één keer hebt om een gesprek hier aan te vragen. Je kunt hier alles indienen van, even kijken, heb je nog mooie hats te koop? Helaas niet. Nee, die heb ik op dit moment volgens mij niet meer. Hele mooie twist niet. Maar we gaan even verder. Waarom? Boven geen special hats meer heb. Zo, ja, ik heb geen special hats meer. Ah. Ja. Ja.
Ja, denkt hij niet. Maar misschien hats die ik niet heb. Oh, nou ja, we gaan even naar boven. Oké, joh, even kijken. Dat kan natuurlijk altijd. Mijn video wordt eenmaal af en toe onderbroken als ik Minetopia speel. Is helemaal niet erg. We gaan gewoon even naar boven toe en we gaan even koekeloeren of die hier een hat heeft. Zo, hopsakadee. Nou, dit zijn de hats die ik heb. Ik ben benieuwd. Volgens mij kost die 5k. Ik zeg maar iets uit mijn hoofd, hoor. Nee, ik vind hem gewoon 5k waard. Ja. Kan je voor mijn vriend even open doen? Hij betaalt. Oh, joh, dat kan altijd. We gaan even iemand binnenlaten. Zo, oké. Hopsakadee. Nou, hop, kom erin. Kan ik met de elite van een gebouw? Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Helaas. Zo, oké. Nou, deze het wou niet. Oké, zo. Nou, pakken we erbij. De Homer Red. Zo, dan kan je hier zo betalen aan deze kassa. Nee. We kunnen namelijk niet naar het dak toe, dus ja. Dat gaat trouwens wel binnenkort komen waarschijnlijk. Dat ga ik namelijk proberen te fixen. Oké, zo. En dan is deze voor u. Kijk, op z'n kadee. En dan doen we deze in het laadje. Nou ja, jullie ook bedankt. Ja, ik weet echt totaal niet wat die hats waard zijn, joh. Maar ik dacht iets van 5k. 4,5 of 5k waren ze. Dat weet ik als enigste. Mag ik naar de top? Gaat niet. Dat gaat niet. Kijk maar. Oh, denkt hij nu? Ja, het is dicht, helaas. Nou ja, ik ga hier lekker verder praten. Waar waren we gebleven? We waren gebleven... Oh ja, wat je onder dadelijk allemaal kunt gaan doen. Onder kun jij een aantal dingen doen. Je zou bijvoorbeeld één keer een feestje kunnen houden in deze toren. Je kunt dadelijk hier een vergadering reserveren. Je kunt hier dadelijk... echt alles kan dadelijk weer in deze toren. Ik weet, het is niet de actiefste stad. Maar er komen wel hele vette dingen die dus eventueel mogelijk zouden worden in deze toren. Denk er dus bij inderdaad. Vergaderen, een party houden. Hey. En ja, heel veel andere dingen. Er komt... of de winkel, die blijft hier gewoon. Er komen gratis parties aan. Ik ga echt, ja, eigenlijk alles eraan doen om een hele gave, vette... Wil je me ook interviewen? Nee. Nee, ik ben blijven bezig. Maar ja. Oké, nu ben ik weer van mijn apropos af. Nu weet ik niet meer waar ik ben. Huh? Jammer. Maar ja, het is... even kijken, waar waren we gebleven? Waar waren wij gebleven? Ik weet het al niet meer. In ieder geval dat er heel veel mogelijk is. Laten we het daarop houden. Gold Company komt dus inderdaad weer back op Minetopia. En ik heb er heel veel zin in. Hopelijk hebben we er net zoveel zin in als mij. Als jij een bedrag doneert aan deze company, wat altijd natuurlijk kan, dan kom jij hier te hangen. Dat ga ik jullie even laten zien. Even kijken, daar is als het goed is ook Axel komen te hangen. Even kijken, kijk, Axel heeft ook zijn bordje daar neergehangen. Axel heeft een pas geleden heeft hij mij een donatie gedaan. Stanex Casino, die altijd in Rolandia zaten, die hebben ook een hele grote donatie gedaan. En Random Wilmar ook. Maar dan moet je wel een x-aantal bedrag doneren voordat je daar komt te hangen. Verder kun je altijd nog spullen droppen natuurlijk, waar die je zoiets hebt van... Hey, deze kun je gebruiken om te verkopen, waardoor je weer toffe dingen kunt halen voor de level 1'ers. Die items mag je altijd hier in de hoppers droppen. Je mag ook damage kleding en zo droppen, want een level 1'er is overal blij mee. En wie weet kunnen we dat dan nog wel repareren en dat soort dingen ermee doen. Ook geld, eten, alles is welkom, want dat deden wij dus ook altijd in Rolandia. En dat gaan we dus hier ook weer doen. We gaan echt proberen om level 1'ers... Level 2'ers, elk level, daar willen we iets leuks voor kunnen organiseren of iets voor betekenen. En hopelijk hebben jullie er zin in. En ja, wil je dus ook een leuke baan, solliciteer hier. Goede sollicitaties zijn natuurlijk wel een must. Want ja, doe jij een slechte sollicitatie, dan kom je hier in de kist te liggen van allemaal afgekeurde sollicitaties ooit. Moet je kijken, joh. Er zijn zelfs mensen die gewoon dus precies dezelfde sollicitatietype zien. Deze heeft bijvoorbeeld 4 keer sollicitatie gedaan. Deze heeft ook 4 keer sollicitatie gedaan. Deze 2 keer. Oh ja, deze was dan iets van 4 keer. Hier 3 keer. Hier 2 keer. Dus ja, je moet wel even zelf. En hier hebben we nog meer sollicitaties.
Dit waren toen ooit de goeie. Die waren aangenomen of zo. En hier nog iets. We hadden zo'n heel soort tiersysteem. Maar dan moet ik binnenkort nog even allemaal gaan opruimen. Maar ik zoek dus sowieso nog een manager. Ik zoek nog een medewerker of 2, 3. En ik zoek naar, ja, de manager die is eigenlijk, die kan alleen hier zo in. En die kan de schema's maken. Dus hij kan inplannen wanneer ik even een gesprekje ga doen en dat soort dingen. Wordt heel erg leuk, heel erg gezellig. En laten we weer de komende tijd een hele leuke tijd natuurlijk ervan maken op Mindtopia. Dit was weer de video voor vandaag. Hopelijk hebben jullie weer genoten. En dan zou ik zeggen, hopelijk tot snel bij een gloednieuwe video hier op dit kanaal.